Edwin de Graaf, je contract met 3 jaar verlengd bij ADO Den Haag. Hoe voelt dat? Ja, heerlijk. Ik zeg dat ik heel erg blij ben met de volgende stap eigenlijk. En dat ik voor 3 jaar kan bijtekenen met de manier waarop we nu werken. Ja, is voor mij gewoon super. Als mensen jou hier zien werken, dan denken ze hij is op zijn plek. Hoe komt dat? Nou, dat klopt ook zeker. En hoe komt dat? Ja, ik denk dat, wat ik al zeg, met de staf waar we nu mee samenwerken, iedereen daarin zijn rol heeft. En ik mee me kan uitleven eigenlijk in die rol als assistent van Fons. En daar ook de ruimte en de vrijheid in krijg. Dus vandaar dat ik me helemaal op mijn plek voel. Waarom past het clubgevoel van ADO Den Haag zo goed bij jou? Nou, ik denk dat ADO sowieso staat voor hard werken, gewoon normaal doen en elke dag proberen het uiterste eruit te halen. Nou, zelf als speler was ik ook zo, maar ook als trainer zijn dat dingen die ik heel belangrijk vind. Dat je elke dag probeert het maximale eruit te halen en gewoon doen waar je goed in bent. Dus ik ben ook heel erg positief naar de jongens toe wat ze heel erg goed kunnen. En wat ze niet zo goed kunnen, probeer ik ze te verbeteren. Ja, en dat doen we samen en dat is denk ik heel erg belangrijk binnen ADO.